www.deboodschap.today. Opening verbrandingsoven in Apitina als uitvloeisel van het bezoek van president Bouterse. De opening van de verbrandingsoven in het inheems dorp Apitina, de eerste in het Tapanahoni-gebied, is het resultaat van het bezoek van president Desiré Delano Bouterse aan het dorp in 2017. De dorpsgemeenschap kaartte toen aan dat men behoefte had aan een structurele vuilverwerking in hun dorp. Hierdoor is als onderdeel van Bouta's milieuplan onder coördinatie van het ministerie van Volksgezondheid de 22e verbrandingsoven geopend, zodat het vuil op een verantwoordelijke manier kan worden verwerkt. Apitina is een dorp in het resort Tapanahoni van het district Sipaliwini. De burgervader van dit resort, August Bado, zei bij de opening gisteren dat dit dorp als voorbeeld geldt voor andere leefgemeenschappen in het binnenland. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.